We zijn blij dat hij hier is in Rotterdam. Oude Luxor, laat je horen voor Ryan Pannen! Ah, dank jullie wel, man. Dank jullie wel. Ik ben blij om hier te zijn. Ik vind het ook echt bijzonder om een dagje mee te doen, zo met het vasten. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar ik vind het leuk. Weet je, ik ben Surinaams, nu staan ze tenminste mijn ouders dan. Maar ik vind het leuk. Ik heb allerlei soorten vrienden, daarom vind ik het leuk om mee te doen. Ik heb moslimvrienden, ik heb christenvrienden, ik heb Joodse kennissen. Ik heb... Kijk, het ding is... Ik doe een dagje mee en ik ben blij dat ik hier ben, want ik heb de hele dag gevast en ik heb trek. En ik was ook een beetje chagrijnig. Toen ik hier kwam was het iets beter, ik zag Najib, Anwar. Maar de hele dag was een beetje een rare dag. Weet je, ik was thuis, ik had niet gegeten, ik word wakker. Ik moest ook wachten, een pakketje van de DHL. Het is een dingetje, toch? Want ik kreeg als indicatie, 2 uur. Ik kan inloggen en dan zie je ook pakketjes bij de bezorg, zie je zo'n pakketje, toch? Zou zijn om 2 uur, 2:15, helemaal niks. 2:30, ook niks. Ik denk, log weer in. Dus ik log in en mijn pakketje is veranderd in een middenvinger. En ik denk, wat is er aan de hand? 2:45, nog steeds niks. 3 uur, ik denk, ik ga bellen. Je hebt een infolijn, die kan je bellen. Van DHL kost 1 euro per gesprek. Ik bel daar naartoe en dan wordt ineens opgenomen. En ik hoor, hallo met de DHL. Ik zeg, sorry? Hallo met de DHL. Ik zeg, ik ben helemaal verkeerd verbonden, joh. Ik weet niet, ik moet de DHL moet ik hebben. Dit is D7L. Wat is hier aan de hand? Hij zei, nee, is goed, de hel. Ik zei, okay, het zal wel. In ieder geval, ik zeg, luister, ik zit de hele dag te wachten. Mijn pakketjes zijn nog steeds niet. He, ik krijg helemaal geen bericht. Ik bel jou, wat is hier aan de hand? En hij zegt, ja meneer, u moet niet zo'n toon tegen mij aanslaan. Ik zeg, sorry? Hij zei, ja, u moet niet zo tegen mij praten. Ik zeg, wacht even. Je snapt toch ook wel, ik zit de hele dag thuis te wachten. Dit is gewoon belachelijk, toch? Ik krijg geen bericht. Ik bel jou, mag niet eens zo tegen jou praten. Hij zei, ja, u kan wel zo praten, maar ik heb hem niet. Ik zeg, nou, ik heb hem ook niet. Wat vind je daarvan? Hij zei, meneer, zit u me nou na te doen? Ik zeg, ja, je snapt toch ook wel, dit is gewoon belachelijk, toch? He? Ja, maar u gaat me niet na zitten doen. Ik zeg, ja, maar ik zit de hele dag thuis te wachten, man. Ik bel jou op. Hij zei, nee, u gaat me niet nadoen. Ik wil excuses. Ik zeg, sorry? Hij zegt, ik wil excuses, anders gaan we niet verder praten. Ik zeg, dus jij wil excuses? Hij zei, ja, ik wil excuses. Ik zeg, oké, nou, die zijn onderweg. Nou, dat was het begin van mijn dag. En het hield niet op, man. Ik was chagrijnig. Ik zit in de auto hier naartoe. En kijk, ik weet niet, maar ik ben een beetje licht geraakt. Maar ik zit in de auto. Ik laat op een gegeven moment een tegenligger voorgaan. Ik laat een tegenligger voorgaan en ik vraag niet veel. Maar hij moet wel even bedankje doen, toch? Even bedankje, anders fokt hij me hele dag op. Want ik zit in de auto. Oh, geen bedankje doen. Ik laat je voorgaan. Geen bedankje. Soms doen ze het ook heel laat, hè. Zit je in de auto, laat je iemand volgen. Geen bedankje. Doet hij dit. Denk, oh, wat een lieve man. Doeg, lieve man. Tot de volgende keer, hè, lieve man. En ik kom hier in het theater. Hè? Ik denk, laat me even alleen, toch even focussen. Vanavond die show, daarna kunnen we eten. En ik zit in de kleedkamer. Hè? Er staat iemand voor mijn deur. En hij klopt niet op de deur. En ik weet, het zijn kleine dingetjes, maar hij klopt niet. Maar ik hoor hem ineens zeggen, klop. Ik kan het zo niet tegen, man. Klop dan gewoon. Oh. Maar goed. Ja, ik merk sowieso, we hebben wel, ja, ik weet niet, weet je, misschien niet dezelfde achtergrond als Najib of Anwar, maar we hebben wel veel dingen gemeen. Ja, sowieso mijn opvoeding, ik heb ook een aparte opvoeding gehad, merk ik. Ik weet niet, het is raar. Mijn ouders namen me vroeger heel vaak apart en dan zeiden ze, Ryan, het is heel belangrijk dat je met de juiste mensen omgaat. Je mag niet omgaan met mensen die aan de drank zitten, mensen die aan de drugs zitten, mensen met een strafblad, mensen die gek in hun hoofd zijn. En ik dacht, hè, maar je noemt nu gewoon de hele familie op, dit is verwarrend, toch? En ik ben opgevoed met heel veel angst. En kijk, mensen zeggen, er is veel te veel angst. Maar mensen zeggen altijd, angst is een slechte raadgever. Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Tenminste, natuurlijke angst niet. Toch? Natuurlijke angst zit in ons lichaam met een reden. Om ons te waarschuwen voor dingen. Om ons te behoeden. Maar dat is natuurlijke angst. En mijn ouders, hebben zodra ze merkten dat ik die angst had, hebben ze daar een hele dosis angst bovenop gelegd. Want ik weet nog, als kind, mijn vader brengt me naar bed. En ik was net als heel veel andere kinderen, was ik bang dat er een monster onder mijn bed lag. Dus ik zeg tegen mijn vader, papa, ik durf niet, ik ben bang dat er een monster onder mijn bed ligt. En mijn vader zegt, dan kijk je onder je bed. Ik zeg, ja, maar ik durf niet te kijken, ik ben bang dat er een monster onder mijn bed... Dan kijk je nu onder je bed! Ik zeg, ja, maar ik durf niet, ik ben bang dat er een monster onder mijn bed... Je kijkt, wat verdomme, nu onder je bed! En vanaf dat moment was ik bang voor het monster naast mijn bed. Dat is wat er is gebeurd.
En ik probeer die angsten wel los te laten. Weet je, ik denk, ik ben nu 35, ik moet het loslaten. Want het is niet alleen die angst vanuit je opvoeding, er is zoveel angst om ons heen. Ik probeer het los te laten. Ik ben pas voor het eerst, dat was de angst van mij, ik ben pas voor het eerst in mijn leven naar de shisha lounge geweest. Ik was daar bang voor, serieus. Ik was daar bang voor, want je shisha lounge is waterpijp roken, maar het is altijd in een café en het is een beetje luguber. Want heel vaak lees je berichten in de krant, oh, shisha lounge gesloten, er hangen criminelen daar. Toch, een paar jaar geleden hadden ze het hoofd van iemand in Amsterdam voor zo'n shisha lounge set. Shisha lounge gesloten, oh, hangen criminelen, gangsters, is gevaarlijk, is niet oké. Ik was daar bang voor, maar ik dacht, ik wil van mijn angst af, ik ben daar naartoe gegaan. Ik ben naar een shisha lounge gegaan. Het is de meest gaye shit die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik zag volwassen mannen aan zo'n ding lurken zo. Is deze smaakje kaneel? Het is zo lekker. En tussendoor gewoon stoere praat. Hij zegt tegen hem, vond ik hier een klap om op zijn bek, hè? Hij moet niet denken dat hij het tof kan doen tegen mij, hè? Hé, kan je dit mengen met limoen? Is heaven. Oh, zo lekker. Oh. Nee, je mag niet. Het is mijn eigen tutje. Kijk, het ding is, er is te veel angst. Er is veel te veel angst. Ook om ons heen. Weet je, we worden ook de hele tijd ingeprent met allerlei soorten angst. Allerlei vormen. Sowieso dit jaar. Even als we het over dit jaar hebben. Er is een aanslag geweest. Verschrikkelijk. Ik moet wel zeggen, ik ben een beetje blij sindsdien voor mijn Marokkaanse broeders en zusters. Want sinds die aanslag zijn ze niet meer de eerste gaten bevolkingsgroep. Het is nu gewoon weer Turkije nummer 1! Oh, iemand Turk ook klappen. Oh, is niet oké? Is nummer 1, toch? Is goed. Nee, maar nee, kijk, oké. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, toch? Zijn 4 mensen overleden. Is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar de angst die daarbij kwam kijken was nog veel heftiger. Veel heftiger, want het hele land was in paniek. Het heeft zich afgespeeld in een tram. Nogmaals, verschrikkelijk. Maar iedereen moest vervolgens laten weten dat ze veilig waren. Van het hele land. Toch? En ze op Facebook. Oh, ik woon in Utrecht. Ik ben veilig. Oh, ik woon in de buurt van Utrecht. Ik ben ook veilig, hoor. Oh, ik woon best wel ver van Utrecht. Maar ik ben veilig. Ik ben ook veilig. Zelfs die Turkse schutter zat ondergedoken. Oh, ik moet ook laten weten ik veilig dan. Ik weet niet. Toen kreeg hij een tikkie. Oh, ik moet betalen. Zo is hij gepakt. Maar kijk. Wat mij vervolgens raakt... is dat er dan columns worden geschreven. En ik weet niet of jullie het hebben gelezen, maar Catharina Keil, die schreef vervolgens een column. En ze zei, ja, dit is typisch het product van de Marokkaanse samenleving, de moslimgemeenschap eigenlijk, die de moslimmannen niet goed opvoedt. En ik dacht, serieus? En zij zegt, ja, de moslimgemeenschap is verantwoordelijk voor zo'n man. Serieus, de hele gemeenschap is verantwoordelijk voor 1 idioot? Is dat hoe het werkt? Zijn zij verantwoordelijk? Wat is dat voor bullshit? Toch, het is niet zo dat als Ryan Babel een penalty mist, dat alle Surinamers volgens in de rij. Hé, hey, dat was niet de bedoeling, hè? Hij heeft niet moeten, ik sta er niet achter, hè? Ik had hem gewoon gemaakt. Hij heeft hem gewoon mee moeten laten nemen. Maar dit kan niet, dat krijg ik niet. Mijn dochter van 2 is hier ook. Ja, ik had hem ook gewoon gemaakt. Het is niet oké, hoor, wat hij heeft gedaan. Zo werkt het niet, toch? Er is veel te veel angst. Ik moet wel zeggen, 1 angst heb ik niet. En dat is het ding. Kijk, ik ben allochtoon. Tenminste, hoe je het ook wel noemen. Nederlander met een migratieachtergrond. Ik weet niet hoe je het noemt. Ja, ik ben er zelf niet zo mee bezig. Maar ik heb wel 1 ding gemerkt. Als ik een andere allochtoon zie, een mede-allochtoon, ben ik nooit bang. Maakt niet uit hoe laat het is, maakt niet uit waar ik hem zie. Want er is tussen ons herkenning onderling. Ja. Want een andere allochtoon die ziet mij en hij denkt, oh, hij heeft ook een zwakke positie op de arbeidsmarkt. Alles goed, er is herkenning. Ik hoef niet bang te zijn. Ik merkte dit pas. Het is een beetje laat. Ik ben op straat en er was een mede-allochtoon. We zijn aan het chillen. Hij ziet mij. Hij zegt, hey, maar alles goed? Ik zeg, ja man, met jou. En hij wil een gesprekje aangaan. Want hij komt naar me toe. Hij zegt, hey, check dan. Hey, check. Zie je die meisje? Check die meisje dan. Check die meisje. Check die meisje is leuk toch? Check die meisje. En ik denk, dit is niet goed. Dus ik zeg, hey, het is dat meisje. En hij kijkt mij verschrikt aan. Hij zegt, welke meisje? Toen dacht ik, ja, dit is ook niet goed. Dan zijn we nog verder van huis. Ik zeg, het is niet die meisje, het is dat meisje. Zij zegt, ah, die meisje, dat meisje, je weet toch welke meisje ik bedoel? En daar had hij een heel goed punt. Want ik wist heel goed welke meisje hij bedoelt. Alleen vervolgens ging ik erover naar. Toen dacht ik, ja, maar weet je, deze gast wordt de hele dag, al zijn hele leven, wordt hij afgerekend op zijn slechte Nederlands. Toch? En daardoor is zijn zelfbeeld ongetwijfeld ook laag. Omdat hij denkt, ik kan niks goed. Want hij uitzicht de hele dag in Nederland. De hele dag zeggen mensen, oh, je Nederlands is niet goed. Dus in al die vakjes zijn hij ook slecht. Dus ik stel eigenlijk voor dat we het Nederlands gaan veranderen. Vanaf nu veranderen we het officieel in die meisje. Ja, toch? Dat is goed voor hem, voor zijn zelfbeeld. Ja.
En kijk, het is toch die meisje? Kijk, het ding... Nee, maar verander gewoon zoals hij het zegt. Toch? Alles nemen ze op. Het fiets. Ja, toch? De examen. Ik bedoel, alles zoals hij het zegt. Want dan haalt hij 10 voor Nederlands. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen, toch? En dan kijken we in welke vakken hij wel goed is. Toch? Dan haalt Arend Jan een keer een 4 voor Nederlands. Kijk hoe Arend Jan daarmee omgaat. Toch? Arend Jan ook boos. Meester, hoezo heb ik een 4? En de meester ook. Ten eerste, hoezo is met een S? En 4 is met de F. Kijk, het ding is... Wij weten niet hoe hij Nederlands heeft geleerd. Dat weten we niet. Kijk, ik ben mezelf en mijn ouders. Kijk, mijn ouders komen uit Suriname. En wij vieren van huis uit alle feestdagen mee. Alle feestdagen hebben we altijd meegevierd. Alleen carnaval, ze moeten niet zo'n fan van. Vroeger moest ik met carnaval verkleed naar school als mijn broer. Maar kijk, het ding is... mijn moeder heeft me altijd geleerd... Kijk, Ryan, mensen gaan altijd zien dat je hier niet oorspronkelijk vandaan komt. Dus je moet zorgen dat je Nederlands 2 keer zo goed is. Daarom moet je je best doen. Maar we weten het niet bij deze jongen, dat weet je niet. En ik zeg dit niet zomaar, hè, dat we het niet weten van die jongen. Dit zeg ik namelijk door Bassie en Adriaan. Ik zag namelijk een interview met Bassie. Van Bassie en Adriaan. En die interviewer zei... Hey Bassie, wat jullie hebben gedaan met Bassie en Adriaan... Dat is zo bizar geweest. Want een heel land... En niet alleen één land, generaties in dat land. Verschillende generaties zijn opgegroeid met Bassie en Adriaan. Dat is toch het mooiste compliment dat je ooit kan krijgen. En toen zei Bassie, dat kan wel kloppen. Maar het allermooiste compliment dat ik ooit in mijn leven heb gekregen... is dat er een Turkse jongeman naar mij toe kwam. En die zei, Bassie, dankzij jou kan ik Nederlands. En ik ben zo benieuwd hoe die Turkse man klonk. Allemaal magisch. Ik had niet gedacht dat ik jou zou zien hier, Bassie. Bassie, dankzij jou kan ik Nederlands. Oh, ik word verdrietig. Mini. Hey, dankzij jou. Oh, kan die auto echt die knipoog voor jullie? Hey, ik droom van die auto. S'avonds kijk ik aan de binnenkant van mijn ogen. Ik droom van die auto, Bassie. Ja, kan die auto die knipoog echt? Zeg eerlijk. Hè? Vorige maand, mijn auto was gestolen. Ik bel politie. Ik zeg, het is de baron. Ik weet zeker, het is de baron. Ja, met de vlugge Japie. En vaak zeggen mensen toch, als je veel over iets weet, dan haalt het die angst weg. Mensen zeiden ook, oh, je gaat meevasten. En hoe is dat dan? Vind je dat niet raar? Vind je niet eng? Ik vind het niet eng. Weet je wel, het ding is namelijk, we hebben net een quiz gedaan. En Najib weet misschien ook niet alles. Anwar, ik weet ook niet alles van mijn achtergrond. Ik weet zelf niet alles van mijn eigen ding. Weet je, ik ben van huis uit, ben ik hindoe. Ik weet ook niet alles. Ik zat in groep 8 en moest een spreekbeurt doen. Meester Tjeerd zei, we gaan spreekbeurten doen. En Debbie mocht over konijnen. Wendy mocht over rupsen. En meester Tjeerd zegt, Ryan, jij gaat hem doen over het hindoeïsme. En ik zeg, waarom hindoe? Ik wil ook over konijnen. Hij zei, nee. Ben jij een konijn? Nee, je bent hindoe. Ik zeg, is Demi een konijn? Nee, maar ze is ook geen hindoe. Jij gaat hem over het hindoeïsme. Maar ik wist helemaal niks. Ik wist niks. Ik ging naar mijn ouders. Ik zeg, waarom is dit zo? Ja, omdat het zo is. Ja, daar kan ik ook geen spreekwoord over houden. Dus ik moest naar... We hadden geen internet, hè. Ik moest naar de bibliotheek. De bibliotheek. Want je had van die infoboekjes, toch? Ja. Ja, nou, alles was al weg. Hè. Die van de konijnen was weg, van wespen was weg. Hindoeïsme, gloednieuw. Niemand had hem ooit nog uit de bieb gehaald. Dus ik neem mij naar huis, plastic eraf gehaald. En dat boekje, dat werd mijn spreekwoord. Ik wist niks meer dan dat. Dat hele boekje, zo ging mijn spreekwoord ook. Want ik kom de klas binnen. En meester zit zich ruim. Vandaag is het jouw beurt, ga je gang. Ja, nou, het hindoeïsme is een van de oudste godsdiensten van de wereld. Het bestaat meer dan 100 jaren. En dat ging echt 20 minuten lang zo door. Tot ik hem afsloot met het hindoeïsme bestaat meer dan 100 jaren. En het is de bedoeling dat het nog 100 jaren gaat bestaan. Copyright Wolters Noordhof, 1994. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de eigen. Waarom heeft Debbie de vinger om? Moet Debbie naar het toilet? Nee, ik had even een vraagje. Ja, ik had even een vraagje. Ja, want je hebt het even over reïncarnatie. En als je dan goed hebt geleefd, dan kom je terug op aarde. Maar als wat kom je dan terug? Hè? Het hindoeïsme is een van de oudste godsdiensten van de wereld. Er staat meer dan 100 jaar... Nee, Ryan, dit is niet oké. Okay. Nee. Je mag vragen stellen. Je mag vragen stellen, hè? Nee, dat weten we. Zij stelt gewoon een goede vraag. Je had het over reïncarnatie. Je zei, als je goed hebt geleefd, dan kom je terug als een ander mens. Als wat kom je dan terug? Ja, dan kom je terug als iemand die deze spreekbeurt niet meer hoeft te doen. Ja.
Wat is er met Manon? Heeft Manon ineens ook een vraag? Ja, ja, ik zag even van die foto's net. Je liet foto's zien van hindoes. Maar ik zie die hindoes hebben een stip op hun hoofd. Waarom hebben ze een stip op hun hoofd? Ja, waarom, ik zag zo'n stip op hun hoofd. Waarom hebben ze een stip op hun hoofd? Ze hebben een stip op hun hoofd. Waarom is een stip op hun hoofd? Ik zag zo'n stip. Waarom is een stip? Ja, waarom hebben ze een stip op hun hoofd dan? Wat is er met die stip? Ik zag die stip de hele tijd. Wat is er met die stip? Ze hebben een stip op hun hoofd. Wat is er met die stip? Ze hebben zo'n stip op hun hoofd. Ik zag die stip de hele tijd. Ze hebben een stip op hun hoofd. Zit Manon vast? Wat is er met Manon aan de hand? Waarom hebben ze een stip op hun hoofd? Nee, nou, ze vraagt terecht de vraag. Ze zegt, foto's met hindoes met een stip. Waarom hebben ze een stip op hun hoofd? Ik zeg, nou, we zetten graag de puntjes op de i. Weet ik veel. Ik weet het ook niet. Kijk, het ding is... Kijk, volgens mij uiteindelijk hè, lijken we veel meer op elkaar dan dat we van elkaar verschillen. En daar waar we verschillen, moeten we om elkaar kunnen lachen, toch? En dat verschil moeten we ook vieren met elkaar. Toch, ik hoop dat er volgend jaar een Hanukkah-conferentie is. En dat ik daaraan mee ga doen. Vind ik leuk, ga ik daarover leren. Toch, ik vind het leuk om allemaal verschillende mensen te ontmoeten. We waren gisteren waren we in het theater. En na afloop komt er een man naar me toe. Ik had hem nooit gezien, ik kende hem niet. Hij tikt op mijn schouder. Hij zegt, hey, mag ik wat zeggen? Tuurlijk. Hij zegt, luister. Ik vond het niet halve leuk. Ik vond het hele leuk. Lieve mensen, fijn suikerfeest. Dank jullie wel. Ryan Pannier.